Een hele goede middag. Mijn naam is Armin Streekstra. Ik ben van Diva Makelaars. Ik neem jullie mee tijdens de Facebook Live uitzending van deze leuke parterre woning aan de Driebergenstraat nummertje 119. Vijfkamer appartement, drie slaapkamers, een hele zonnige achtertuin. En het klaart gelukkig ook nu weer een heel klein beetje op. Ik ga jullie meenemen door dit appartement. En we gaan om te beginnen richting de voordeur. Normaal gesproken start ik altijd buiten, maar het was zo'n slecht weer dat ik dacht van, nou, we gaan lekker binnen starten. Het is heerlijk warm hier, door middel van de vloerverwarming. Maar normaal gesproken is dit de entree. Dus we kunnen heel even een kijkje buiten nemen, want volgens mij is het net droog geworden. Ja, klaart lekker op. Driebergenstraat. Nou, voor heel veel mensen wel een bekende straat. Doorgaande weg, dat wel. Maar daardoor ook zeer centraal. Het bord hangt en we gaan starten. Nummertje 119. Entree met de oude tegeltjes nog. Glas en lood boven de deur. Bij binnenkomst hebben we rechts de eerste slaapkamer. Toegang links. Deur richting de woonkamer. De fantastische eetkamer met open keuken. En spoeleiland. Openslaande deuren richting de tuin. Badkamer. Nog een bergkast. Achterslaapkamer in de voormalige keuken. En nog een extra slaapkamer. Goed, ik ben net binnengekomen door deze deur. Tegeltjes die jullie zien, dat is echt van origine. En dan komen we direct in de eerste slaapkamer. En jullie mogen raden van wie die is. Nou, deze slaapkamer is prima. Als kinderkamer. Er kan nog een bureautje in. En in deze kamer zit tevens de groepenkast. En nog een inbouwkast. Nou, voldoende groepen. 8 groepen, 2 aardlek. Dat ziet er goed uit. We hebben laminaat op de vloer in de slaapkamer. Dat hebben we eigenlijk in alle slaapkamers. In de rest van de woning ligt deze mooie plavuizen vloer. Deur naar een handige kast. In dit geval in gebruik als schoenenkast. En in de gang tegenover die kast kom je de badkamer tegen. Nou, de badkamer is dus heel handig gesitueerd tussen de slaapkamers. Zwevend toilet. Een lekker lichtbad. Douchemogelijkheid. Designradiator. En een moderne zwarte wastafel. Een ruime badkamer. Vroeger waren dit allemaal kleine hokjes, maar de toilet en de douche is bij elkaar getrokken, waardoor het een zeer ruime badkamer geworden is. Nou, de keuken is verplaatst naar de woonkamer, naar de achterkamer. En daardoor hebben we dus een extra kamer gecreëerd. Prima plek ook om te werken. In dit geval is het echt een werkkamer. Deur naar de tuin. Maar deze kamer kan ook prima als slaapkamer dienen. Tot slot de derde slaapkamer. Die is een slagje groter. Ook hier openslaande deuren richting de tuin. Voldoende ruimte voor een tweepersoonsbed.
in een zeer grote kastenwand. Dus al met al een prima slaapkamer. We gaan richting de woonkamer. Gezellige schouw. Aan de voorzijde hebben we aluminium kozijnen met dubbelglas. Aan de achterzijde houten kozijnen met enkel glas. Nou, prima woonkamer. Voldoende ruimte voor een grote, in dit geval hoekbank. Strakke plafonds. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar er zijn fraaie ornamenten hier in het huis. Ook hier boven de lamp. Dat geeft gewoon een hele gezellige sfeer aan de woonkamer. Er is een actieve vereniging van eigenaren. Er is 1/6 aandeel. De bijdrage is €75 per maand. De woning is voorzien van vloerverwarming. En de keuken is een absolute eyecatcher. Nou, voordat we daar naartoe gaan, komen we hier bij de vroeger de ouderwetse schuifseparatie. Waar nu twee grote kasten ingemaakt zijn. Een hele diepe kast. Ik zal er één laten zien. Dat is de kast met de wasmachine en de droger. Die hebben ze hier verstopt. Prima plek. Voldoende ruimte voor de eettafel. We gaan vandaag starten met de bezichtigingen. We hebben weer een groot aantal brochures klaar liggen. We gaan ook een groot aantal bezichtigingen doen. Ik ben hier ook aanstaande zaterdag ben ik hier weer. Dus mocht u na aanleiding van deze live video de woning ook willen bekijken. Bel dan even met kantoor 070-448-3150. Ik herhaal 070-448-3150. En dan gaan we kijken of we aanstaande zaterdag nog een plekje hebben om deze woning levende lijve te bekijken. Keuken is vrij recent vernieuwd. 5-pistgatsfornuis. Een spoeleiland. Uiteraard met een vaatwasser. Openslaande deuren richting de tuin. Koelvrieskast, oven en uiteraard afzuigkap. Nou, het is gewoon een hele gezellige en sfeervolle woning. En dan ook nog eens een keer met 3 slaapkamers. Wat willen we nog meer? Wijk Leienburg natuurlijk ook alle voorzieningen. Scholen, openbaar vervoer, winkelcentrum kan je kiezen. Winkelcentrum Leienburg of Almeloplein. En dan komen we bij deze heerlijke zonnige tuin. Behalve vandaag. Vandaag zat het weer niet mee. En nog steeds regent het. De tuin is gelegen op het zuiden. In ieder geval heel zonnig. Zuidwest misschien. De kippen gaan mee. Die blijven niet achter. Ik blijf ook een klein beetje onder de overkapping staan. Omdat het toch nog steeds regent. Hoewel, een beetje vent gaat gewoon door de regen. Wat ik jullie hier nog wil laten zien is dat er uiteraard een mogelijkheid is om eventueel de woningen uit te bouwen. Dan krijg je eigenlijk als de buren krijg je echt heel veel vierkante meters extra. Dus ja, dat is altijd nog een overweging waard. En we hebben weliswaar houten kozijnen, maar die zijn onder de balkons. Het balkon heeft wel wat aandacht nodig, maar dat is eigenlijk altijd rond die stalen balken dat het beton op een gegeven moment weer loskomt. Dat is op zich niet zo heel erg schokkend, maar er moet op een gegeven moment wel weer wat aan gedaan worden. Maar we hebben een actieve vereniging van eigenaren, dus dat mag het probleem niet zijn.
Nou, zoals jullie kunnen zien hebben we achter in de tuin nog een hele grote berging. Eigenlijk een schuur over de hele breedte van de tuin. En op het moment dat je de woning zou uitbouwen, zou je bijvoorbeeld die schuur weg kunnen halen. En dan krijg je, net zoals bij de buren, dan kan je de tuin dus echt nog een metertje of twee door laten lopen. We hebben hier nog een heel klein schuurtje. Daar zit trouwens ook de cv-ketel. Kortom, normaal gesproken een hele heerlijke zonnige tuin. Maar vandaag even niet. Vandaag hebben we regen. Goed, dit was de live video van de woning aan de Driebergenstraat 119. Ik hoop dat jullie een goede indruk hebben gekregen. Op de website van Diva Makelaars kunt u uiteraard plattegronden, foto's, 360 graden foto's en ook deze live video terugkijken. Dus mocht u de live video terug willen kijken, ga dan even naar de website van Diva Makelaars. Die zal door mijn collega's zal die er zo meteen opgezet worden. En dan is die zeker vanavond zichtbaar. Nogmaals, heeft u interesse, wilt u een bezichtiging plannen? Ga even bel even naar kantoor 070-448-3150. 070-448-3150. Bedankt voor het kijken. Wie weet tot ziens.